Dan ga je het podium op, laten we ook zien. En dan pak je de zaal. Ja. En dan gebeurt er dit. Ik heb het wel gezien bij Beyoncé en haar man. Die deden dat tijdens de tour. Forever Young. Want we zagen ook, we zien dan in het scherm boven zien we een foto van jou en je zus Kim. Ja. Zij is vorig jaar overleden aan kanker. Dat had ze al heel lang. Hè? Ja. 40 jaar oud. Nou, die foto die zie ik dan op dat moment niet. Mm-hmm. Dat helpt wel, kan ik je melden. En ik wilde heel graag iets doen met weinig woorden. Ik ben ook niet iemand die zegt van, nou, ik wil het nu eens even hebben over... over mijn zus. Ik wil wel dat het doorgaat. Dus ik dacht, ik ga zonder woorden ga ik een liedje zingen met de foto's erbij. En dan daarna gewoon, hup, door. Door. Maar mensen in de zaal weten waar je het over hebt. Ja, dus mijn fans die weten echt wel wat er op dat moment in me omgaat. Je ziet mensen huilen in de zaal. Ja, ik zag ook inderdaad daar niet. Maar op de DVD, die later uitkwam, zag ik wel mensen huilen. En die hebben ook weer op hun manier weer mensen verloren of... een bepaald gemis en verdriet die zich met mij wel kunnen bij mij wel identificeren. Ja. Hoe houd jij je onder bedwang? Want je zei dat al, het gebeurt heel kort na het overlijden. Ja, dit was eigenlijk, we hadden de beste zangers op Ibiza opgenomen. Dat was 3-4 weken daarna. Ja, dat was natuurlijk ook een achtbaan. Daar kwamen we 's maandags aan en het is elke dag, dat zijn draaidagen van 18 uur. Dus morgens om 9 uur aan het ontbijt en dan wordt er een stukje real life opgenomen, wat ze later door het programma heen snijden. En dan om een uur of 12:00, 2:00 ga je op pad met de groep. Tussen 4 en 6 repeteren. Eten, omkleden en 's avonds 2 shows. Die zijn om 12:30 klaar. En dan terug naar de villa. Dan ben je om 11:30 in de villa en dan de volgende dag om 9:00 weer aan het ontbijt. Dus dat waren gewoon hele zware dagen. En vrijdagsmorgens stapte ik in een vliegtuig terug naar Nederland. En 's avonds stond ik in de Ziggo Dome. Zo. Dus die periode is voor mij echt... Dat je zus je doorbraak wel mee kunnen maken dan. Ja, ja, precies. Gelukkig wel. Want zij... Zo vaak bij je optredens ook. Ja, ze heeft bij een ene laatste concert in de Ziggo Dome. Toen was zij al heel slecht. En toen heeft ze het hele concert aan de zijkant gezeten. Op een bureaustoel. Dus, maar in ieder geval om antwoord te geven op jouw vraag, zij weet er alles van. Zij weet het. Zij weet het, ze heeft het gezien. Ja.